Ik werk met bekende mensen. Ik kan altijd zeggen, ik ben heel intiem met George Clooney bijvoorbeeld. Hallo, ik ben Alison en ik werk bij Madame Tussauds. Ik kom oorspronkelijk uit Engeland, maar ik werk hier bij Madame Tussauds in de onderhoudafdeling al 28 jaar. Dit is mijn werkoutfit. Kam, schoonmaakdoekjes, haarspray, kledingrollen, toeltje. Het is heel belangrijk om schade te herstellen in het was. Dat is mijn werk en dat het beeld levend uitzien, dat is onze hoofdtaak, zeg maar. Ik begin elke dag om 7:30. En dan ga ik helemaal bij het begin van de show. Dan ga ik alle beelden aflopen, kijken of er schade is. Ik zie een paar dingen, bijvoorbeeld hier, de was is een beetje aangetast. Dus deze tool is eigenlijk om pitjes en dingetjes weg te werken. Dit is Piet Mondriaan. De meeste mensen kennen zijn schilderijen, maar niet hoe hij zelf eruit zag. Dus, en hier is de heel populaire Harry Styles. Dus veel celebrities zijn kleiner dan je denkt. In deze beeld heel vaak zit zijn haar in de war. Het nodigt een beetje uit, geloof ik. Ik vind het eigenlijk stiekem wel leuk als er echt verschrikkelijke schade is. Het is een uitdaging om dat weer te repareren. Vaak mist een stuk oor of de neusvleugel is beschadigd, weet ik veel. Dat vind ik al leuk, vooral onder tijdsdruk vaak. Oké, dan heb ik 2 uur, ik bouw een nieuw oor. Een leuke uitdaging. En dat niemand weet. Ze hebben geen idee wat er allemaal gebeurd is in de ochtend. Dat is zo grappig. Heel populair onder de Amsterdammers. Waarschijnlijk de meest beroemde Amsterdammer. Mensen die een beeldje hebben vanuit Nederland zijn meestal heel trots en blij. En iemand zoals Gerard Joling, hij komt heel vaak naar zichzelf kijken. André Hazes Junior is ook helemaal blij met zijn beeld. En laatst heeft hij zijn eigen kapper hierheen gestuurd om zijn kapsel te veranderen op het beeld. Laatst kwamen de ouders van Jutta Leerdam even kijken en ik kwam Humberto Tan tegen. Dus voor mij is het heel raar om hem in het echt te zien. Ik ben heel intiem met een gezicht en hoofd. Dus dat is ja, bizar eigenlijk, want ik ken hem niet. Maar ik ken hem wel. Dus dit is Madame Tussauds zelf. Zonder haar waren we hier niet geweest. Zij kwam naar Parijs als jong meisje, maar zij leerde het vak wassenbeelden maken van een chirurg. En tijdens de revolutie heeft ze het allemaal kunnen overleven door wassenbeelden te maken van de onthoofde elite, zeg maar. En na de revolutie is zij met attributen van de revolutie, dus ook wassenbeelden van onthoofde royalty, naar Engeland gegaan. En zij heeft, ik geloof, 30 jaar lang rondgereisd met een show. En pas aan het einde van haar leven heeft ze de Madame Tussauds vaste tentoonstelling geopend in Londen. En vanuit daar zijn we nu hier. Mensen hebben misschien een beeld van Madame Tussauds als een soort stoffig plekje waar beelden achter een lintje staan en dat je niet aan mag raken en zo. Maar het is echt een levendige belevenis, er gebeurt wel wat. Onze bezoekers komen hier om lol te maken en dat is fijn om daar deel in te zijn. Dat wil ik meegeven aan de Amsterdammer. Kom het zelf zien.